Betaalmiddelen. We beheren allemaal ons geld, elk op onze manier: met cash, een debetkaart of een kredietkaart. Germain zweert bij contant geld. Ze verdeelt het geld in verschillende enveloppes om zeker te zijn dat ze voldoende heeft voor dagelijkse of voorziene uitgaven. Die enveloppes verbergt ze daarna op verschillende plaatsen in huis. Alain heeft twee debetkaarten. Met de kaart van de gemeenschappelijke rekening regelt hij de huishoudelijke uitgaven, zoals de huur, de boodschappen en de kosten voor de kinderen. Met zijn persoonlijke kaart beheert hij zijn eigen aankopen. Johan betaalt al zijn aankopen met een aantal kredietkaarten. Als fan van gadgets gebruikt hij zijn kaart om zich de nieuwste elektronische apparaten aan te schaffen. In de familie Monet beheren ze allemaal hun geld op een verschillende manier. Germijn geeft Johan voor zijn verjaardag een enveloppe met geld. Alain begrijpt niet dat zijn moeder zoveel contant geld in huis heeft. Germijn begrijpt niet dat mensen op krediet kunnen leven. En Johan begrijpt niet dat mensen geen gebruik maken van de voordelen die kredietinstanties bieden. Alain ontvangt de uitreksels van zijn kredietkaart met interesse erbij, terwijl een inbreker bij Germain gemakkelijk de enveloppes vindt. Alain wil zijn gedachten verzetten, maar zonder kredietkaart is het niet mogelijk om een reis te boeken. Een jaar later nemen we opnieuw een kijkje bij de familie Monet. Germain stopt met haar systeem van enveloppes en heeft beslist om met een debetkaart te werken. Alain heeft nog altijd zijn twee debetkaarten, maar voortaan ook een kredietkaart zonder interest. Johan krijgt van Germain een prepaid kaart om zijn budget beter te kunnen beheren, terwijl hij toch online kan blijven kopen. Hij zet elke maand een deel van zijn contant geld om in een lokale munt. Die kan hij gebruiken bij handelaars in zijn gemeente. En u? Welk betaalmiddel kiest u?